wil het even met jullie hebben over een best wel controversieel onderwerp, namelijk de adblocker. En dan heb ik het niet over een hele slimme ad die op een toets aan het studeren is. Vele van jullie gebruiken hem niet, sommigen gebruiken hem wel. En ik snap ook wel waarom je gebruikt. Ik bedoel, je wil gewoon lekker de toffe content van www.pu.nl checken. En dan wil je niet eventueel lastiggevallen worden door reclames die staan te flikkeren of in beeld springen. Er zit alleen één klein nadeeltje aan voor ons. Wij hebben campagnes. Met een campagne krijgen we een beetje geld. En met dat geld betalen we al deze mensen die hier voor en achter en boven en onder de camera staan te werken. Om jullie iedere dag de vetste previews, de vetste reviews, het nieuws, de filmpjes en alles voor jullie te maken. Ik bedoel, ik zou willen dat we het allemaal vanop konden doen. Kunnen we niet doen. We zijn geen caritatieve instelling. Maar we willen jullie wel hele vette content aanbieden. En we merken gewoon dat steeds meer mensen een adblocker gaan gebruiken. En dat betekent dat wij gewoon simpelweg minder inkomsten binnenkrijgen. Nou, dat is op zich een beetje huilie-huilie van mij. Maar het is gewoon een heel simpel rekensommetje. Als wij minder inkomsten binnenkrijgen, kunnen wij minder mensen inhuren die weer minder toffe content voor jullie kunnen maken. Dus dan heb je een soort negatieve cirkel. Nou, we zijn trouwens sowieso al wel heel secuur in onze advertenties. We willen geen inlegkruisjes, reclames voorbij laten komen op pu.nl of grasmaaiers. Dat slaat helemaal nergens op. Dat zullen we ook nooit doen. En mocht je toch nog irritante reclames tegenkomen, dan kun je ons mailen. En daar hebben we een speciaal mailadres voor in het leven geroepen. ads@pu.nl. ads@pu.nl. Zie je een soort rare intrusive reclame, bijvoorbeeld zo eentje die helemaal over je beeld komt vallen, zodat je überhaupt de content niet meer kunt zien. Of je ziet een reclame die je niet kan wegklikken. Mail ons dan dit soort stoornissen naar ads@pu.nl en dan pakken wij dat aan. Dat hebben we ook in het verleden al gedaan. Als wij zelf advertenties zien waar we niet blij mee zijn, mailen, of dan stappen we gewoon naar onze sales office en dan halen we die reclame weg. Daarnaast kun je ook gewoon je adblocker aan laten staan, maar ons whitelisten. Dat is natuurlijk helemaal een perfecte oplossing. Dan ban je al die meukreclames van al die andere websites waar je sowieso niet naartoe hoeft. Je moet natuurlijk alleen maar naar pu.nl. Maar als je bij ons komt, dan zie je wel gewoon een mooie Metal Gear Solid of een mooie Destiny reclame. Nou goed, resumerend. Als je ons tof vindt en wij vinden jullie nog steeds heel tof, zet die adblocker uit. Dan kan ik ook in 2085 nog hier met mijn rollator het met jullie hebben over FIFA 46 en Call of Duty 86. En dan gaan we nog tot het einde der tijden door met alle toffe dingen voor pu.nl. Afgesproken?